every time bring up a context. Who says what? Ik ben Wout Vaas, ik ben 17 jaar oud. Ik speel bij de U21 van RSC Anderlecht en ik zit in het zesde jaar Economie Moderne Taal. Oké, je me présente, je m'appelle Bourouar Sami, j'ai 19 ans, je joue en MVT à Anderlecht et je suis dans ma dernière année à l'école. Het Purple Talents programma biedt ons natuurlijk de mogelijkheid om zowel op school als op de voetbal een heel hoog niveau te halen. Het is wel zeer belangrijk voor mij dat ik mijn diploma haal, want dat is echt wel iets dat ik wil. Zodat, stel dat ik gekwetst raak binnen 2 jaar, dat ik toch nog iets achter de hand heb, zodat ik kan verder gaan studeren. Oké, je t'aide. Parabole, inverse, identité. Enfin, moi, il est plus important pour ma famille. Donc, voilà, mais aussi important pour moi et j'espère que je l'aurai. Surtout mes parents parce qu'ils m'ont tous les jours soutenu, ils m'ont toujours déposé à l'école, ils sont venus me chercher. Donc, c'est pour eux que je vais avoir ce diplôme. Ik ben even blij met jongens die op het einde van 6 jaar Purple Talent zeggen ik heb nu alles gezien van het leven, ik weet wat de school is, ik weet wat de voetbal is en nu kan ik kiezen. Ik kan kiezen om naar de universiteit te gaan en een beetje minder te voetballen. Ik kan kiezen om volop te gaan voetballen en een beetje minder te gaan studeren. Ik ben heel blij dat we met dat project erin slagen om die twee mogelijkheden helemaal open te houden voor iedereen. C'est bien pour l'élève en effet d'obtenir un diplôme. On sait que c'est important dans la vie d'un sportif de haut niveau. Je crois que ce qui est très important aussi, c'est de permettre aux jeunes, lui, de côtoyer d'autres jeunes de son âge dans un milieu scolaire tout à fait traditionnel. Als je kan zeggen van ja, ik ben directeur van die school en je kent waarschijnlijk Dennis Praat of je kent waarschijnlijk Wout Vaas, want die komen op tv, of je kent Jurrie Tielemans, die hebben hier gezeten. Ik vind dat heel fijn om dat te kunnen vertellen. Van de andere kant ben ik minstens even trots op alle andere Purple Talents die misschien niet helemaal het gemaakt hebben in het voetbal, maar die wel volop hun talent als voetballer hebben kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd gezegd hebben, oké, ja, nu weet ik het, ik ben goed op dat niveau, maar ik ga nu, dankzij de school, aan de VUB of aan een andere universiteit verder studeren. Who can say that? A doctor. In which context? A doctor about to give an injection. Ja, de leerkrachten helpen ons natuurlijk zeer goed. Ze zorgen er altijd voor, bijvoorbeeld als we weg zijn met de Youth League, bijvoorbeeld, zorgen ze altijd dat we opdrachten meekrijgen, dat we nooit stilzitten. En ze staan altijd klaar om bijles te geven, dus de inspanningen die de school doen zijn echt wel goed. Quand je suis à l'école, il y a même pas beaucoup de personnes qui savent que je joue à Anderlecht, donc il y a vraiment pas de problème avec ça. Il y a beaucoup de profs qui sont là pour m'aider et la cellule sportive d'Anderlecht est aussi là pour faire en sorte que tout se passe bien. Et d'ailleurs, je remercie monsieur Larvey et Neo qui m'ont beaucoup aidé durant la première année et que maintenant je vais entamer la deuxième année. J'espère que ça va se passer aussi bien. Et j'espère même pour les suivants qui vont venir après moi dans cette école, j'espère que ça va bien se passer aussi pour eux. This is said. And what happens? Ik vind het heel leuk dat ik op een normale school zit. Dan kan ik ook eens over iets anders praten dan altijd over voetbal. Dus ja, ik vind het echt wel tof. En het is niet dat ze voetballers apart bekijken of zo bij ons op school. Dus ik heb echt wel een paar vrienden op school, dus dat is wel leuk. Non, dans 3 ans, j'aimerais être à la porte. Enfin, je sais pas. Non, dans 3 ans, Coupe du Monde 2018. Non. Je sais pas, dans 3 ans, je sais pas. Je regarde le jour. Op het einde van dit seizoen hoop ik natuurlijk dat ik eerst en vooral mijn diploma heb. En dat ik misschien al eens mijn debuut heb gemaakt bij RSC, misschien de beker of zo. Maar ja, hard werken en hopelijk af en toe kunnen meetrainen met de eerste ploeg en veel ervaring opdoen. Om dan het volgend jaar te beginnen en misschien wel bij de eerste ploeg te blijven. Alors, la saison prochaine, j'espère que j'aurai mon diplôme et que je serai
en équipe première et que je pourrais faire des matchs en équipe première. Ce serait mon objectif.